barsten van de levenslust en de gretigheid en de passie en de seks en de ambities. Nou, dat zit allemaal in deze muziek. Ik was dus een hele leuke puber. Ik werd ook aangewezen door mensen met moeilijke pubers. Kijk dan naar Renata. Zo kan het ook. Ik was een zo kan het ook puber. We waren een open geloofsgemeenschap en samen met mijn vader waren we bezig om op ludieke wijze steeds meer te leren wandelen in het licht van de levende Heer. En dat is heel veel belangrijker dan dat wij toevallig ook zijn kinderen waren, want wat is dat, je kind? Seid gesund, morgen fort heut. Vom Schein euch den Nähen, das Ecken und Geschäft im Korn. Vom Backungen schein Agarte zu den Weg zum Geld. Und sehr schön mit allen Schreien durch die Wand zu schreien. Ben jij niet op zoek naar iemand? Ja, ja. Naar mijn oma. Ja, ik ben al een paar dagen aan het zoeken, maar ik kan haar niet vinden. Hey, we gaan hier helemaal niet alleen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Het gaat niet weg. Het raast maar door. Ga ik oma ooit nog zien? Ze zit in je hart. Je hoofd is nu rustiger. Kijk maar. Volgens mij kan je terug. Ja. Dankjewel, Droom. Dankjewel, Puk. En jij ook. En jullie allemaal. Ik kom hier misschien nog wel eens terug. Vast. Doei, Puk. Doei. Deze bijzondere start van dit weekend. Nu zijn er mensen uit een oorlogsland of een land waar ze zich niet veilig voelden, zijn hierheen gekomen in Noordwijk. En ik zie nu wat zij doen. En dat vind ik zo ontzettend knap en mooi, omdat ze met een enorm beladen gevoel hier komen. Zaki, jij komt uit Iran, maakt prachtige schilderijen. Het is ook mooi om dus in plaats van alleen de stukken en de kunst die mensen maken, ook de mensen te ontmoeten die daarachter zitten. Die wonen dus in Noordwijk en zijn hier naartoe gevlucht. En dat weet je wel, maar hier kan je ze echt ontmoeten. En dat is mooi. We komen uit Oekraïne bij de Kiev, de hoofdstad, en dan Kharkiv is de tweede grootste stad. Ze probeert hem te overtuigen door te vertellen hoe mooi dat vaderland is en hoe bijzonder het is en wie er wel en eventueel niet op hem zitten te wachten. Ook al versta je elkaars taal niet, dat hebben wij de afgelopen dagen gemerkt. Це звісно прекрасне тема для антитези контрастів. Door middel van de culturen met elkaar te vermengen, krijg je ineens dat je denkt, oh, maar ik versta je wel. Ik weet wat je voelt, ik weet wat je bedoelt.
En Irina komt uit Oekraïne, maakt prachtige illustraties, maakt ook illustraties voor boeken. And I'm very, very happy that I can continue do my art, because for art people, for creative people, lose creativity, it's like lose a soul. Really very, very nice that people here understood that we need not just food and roots, but we also need something more. And I'm happy to be here. Ik vind het dus heel leuk en gezellig om met mensen te werken waarmee ik anders nooit zou werken. Farzad is een heel bekende fotograaf. Prachtige foto's. Ik heb wel een zwak voor mensen die in deze vervelende situatie hier in Nederland komen, die wij opvangen. En dat ze hun vak kunnen uitoefenen weer, dat is één ding. Taalcafé, Nederlands leren, mensen proberen een warm gevoel te geven hier. My name is Corneliu Tudosi, I'm from Romania. I was before opera singer. En toen belde Herman mij, omdat we erachter kwamen dat het stuk dat Cornelio, de Roemeense operazanger, zou gaan doen, niet een solo was, maar een duet. En dat ik dat mag doen met dit prachtige koor, ja, dat is geweldig. Hij is een man die een vrouw speelt die zich als man heeft verkleed. Vooral om met z'n allen te zingen, dat alle stemmen bij elkaar samenvloeien, dat maakt voor mij altijd het... Dat is het summum, dat je gewoon met z'n allen denkt ineens hoort van ja, dit is het, het vloeit samen, dit is mooi. Ik wil wat zeggen. Vrede zij met degene die de wereld, de doornen van het afscheid op hun pad heeft gegooid. En die het overstaken, hun pijn zwijgend oplegden, zingend. Misschien is het einde van deze weg een bloementuin. Ik doe voor het eerst mee aan Kunstklank en ik vind het ontzettend leuk. Ik kwam er zomaar terecht door een kaartje wat ik vond tussen een heleboel andere kaartjes aan de muur bij de bibliotheek in Leiden. Ja, dat kaartje sprak me aan en wat erop stond helemaal. En ik vind het ontzettend leuk. Het is een leuke groep en de manier waarop, waarop we de boel inzingen en wat er vervolgens uitkomt, superleuk.